onder de brandende zon werkte Martijn van Nellestein deze zomer aan zijn nieuwe Sinterklaasfilm. De Bennekomse filmmaker liet ons een dagje meekijken op de set. Ik denk dat het voor mij als regisseur zijn is natuurlijk fantastisch dat je natuurlijk als stelletje gekken die zeggen we gaan een film maken, dat je dan binnen een jaar tijd twee bioscoopfilms kan gaan maken. Terwijl natuurlijk in Nederland best wel gevestigde orde van filmproducenten en alles is, daar kom je bijna niet tussen. En wij zeggen dat doen wij eventjes en dat het lukt dan ook. Ik schrijf een verhaal, daar ben ik in december januari mee begonnen. En alles wat ik toen geschreven heb, dat is nu al voor 80% de realiteit geworden. We hebben Tante Til erin gestopt, al een paar jaar doen we dat. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen jeugdsentiment. Maar dit jaar toch wel het toppunt dat we in Spanje gedraaid hebben. Dat is Adriaan, de gepensioneerde acrobaat Adriaan. Met die robot die iedereen kent als Robin de Robot. Dat Basje en Adriaan, 23 jaar lang is dat ding op tv geweest. En wij hadden ze vorige week in Spanje op onze set. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. En die drie scènes die we daar gedraaid hebben, dat druipt het jeugdsentiment van af. Het moet toch een fantastisch boot zijn voor de intocht? Dat Sinterklaasfeest, dat gaat echt wel door. Als ik wil dat dat feest niet doorgaat, dan gaat dat feest niet door. Ik ben de belangrijkste man op Sinterklaasnaam met de minste tekst. Ik heb hier toevallig mijn... het script liggen. En ik heb bijvoorbeeld een... Ik vind het belangrijk, zo ook even zeggen, dat je... Ik heb nou zo'n waardering voor dit soort mensen gekregen met film. Dan ga je er anders tegenaan kijken. Dat die ook goed moeten weten wat dat daarvoor gebeurt. Dat is nog belangrijker als dit. Maar dit is toch... ja, georganiseerd rotzooi, zeg je dan maar. Het is zorgen dat het goed komt. Maar je krijgt altijd een cue. Nee, je moet toch een beetje meer die beweging maken van dit... Of in jezelf zijn en dan pas weer naar de camera. Nou, het is alleen maar op je oude dag leer je nog eens wat bij. Dus ik krijg bijvoorbeeld Tante Til, hè, die ziet mij ineens, vader Abraham. En dan kom ik als vader Abraham in de deuropening. En dan moet ik eerst zeggen, als vader Abraham, met die andere outfit nog van mij. Jullie staan alsof jullie de Smurf hebben gezien. Ja! Wie vergeet er nou zoiets? Wie geeft dat nou aan? Ja, ik niet, maar... We hebben 30 draaidagen en wij werken ongeveer tussen de 11 en de 16 uur op een dag, op een draaidag. Dus het zijn best wel pittige dagen. En dan reken ik het reizen van en naar locaties toen niet eens mee. Dus het zijn best pittige dagen. Hard werken. Een razend druk programma. Oh, dat is opfrissend. Wat dacht je van mij? Zit ik hier vanavond ook nog eens naar Bos? Nou, ik kom binnen om 1:30. En dan eerst pakje aan, schminken. Haartjes, tekstje krijgen van wat er gedaan moet worden. En dan heel langzaam opstarten, veel wachten. Film is eigenlijk wachten. Op licht, op camera, op alle andere mensen die ook in de pakjes moeten en in de schmink. En je moet altijd heel veel wachten. Visagie staat standby. We repeteren eerst nog. Oké. Nee, nog niet. Nee, okay. Ik denk onze kracht dat vanuit niets iets maken. Weet je wel, zeggen van we gaan het even doen, want wij hebben geen subsidies. Wij hebben geen fondsen die in ons geld stoppen. Wij moeten voor elk dingetje moeten we keihard knokken. En een draaidag kost toch al gauw ergens 10.000 of 20.000 euro. En dan moet je 30 keer doen. Dus dat is best heel veel. Maar het is zo'n enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En ook als je dan aan het einde, dan heb je een hele zware periode gehad, dan ben je er echt doorheen als we er klaar zijn met draaien. En als je dan het eindresultaat ziet, denk je van ja, weet je wel, we hebben iets gemaakt waar iedereen zo de plezier in gaat beleven, hopen we. En wat is dan mooier dan dat iedereen, dat die kindersmoertjes in de bioscoop zitten te genieten. Ja, dan zijn al die drukke dagen maar voor mij niet meer uit. Dat is mijn voldoende. Stop! Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot is vanaf 7 oktober te zien in de bioscoop.